Yo, gasten van Almersormonel, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ik heb vandaag zo'n epische video voor jullie. Echt, holy shit. Het heeft allemaal te maken met het volgende. Ja, en nu denk je van, maar dit is gewoon alweer een pakketje. En je maakt ongeveer bijna elke week een unboxing video. Dus waarom is dit dan speciaal? Dit is speciaal. Dit is zelfs zo speciaal dat ik niet één, maar twee camera's gebruik. Ja, zo speciaal is het. Hier zit zoiets lijps in, wat ik eigenlijk wilde wachten tot ik 5000 abonnees had. Maar deze kwam eerder binnen dan dat ik 5000 abonnees had. Dus nu ga ik hopen dat ik door deze video 5000 abonnees krijg. Ja, want hier zit zoiets lijps in. Ik kan niet wachten om hem open te maken. Maar voordat ik dat ga doen, zitten we momenteel in een bijzondere tijd. We leven met een avondklok, lockdown. En ik heb gezegd, weet je wat ik ga doen? Als er een avondklok komt, zorg ik ervoor dat je elke dag van de week leuk entertainment hebt. Wat jij kan doen, is mij gaan checken op Twitch. Want vanaf vandaag ben ik elke avond om 8 uur live. Ik weet niet voor hoe lang ik het ga volhouden. Maar in ieder geval, de komende week ben ik elke avond om 8 uur live. Twitch.tv is almost normal. En wil je graag weten wat daar allemaal gebeurt? Dit is ongeveer wat er allemaal in mijn streams gebeurt. Even voor mij. Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat moet ik doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Wat is die kutvogel de hele tijd? Thomas donated 1 euro, dan dit maar. We gaan gewoon door. Het gaat gewoon nog steeds door. En naast dit lachen hebben we natuurlijk ook veel ups. Ik ben veel aan het praten, veel aan... Oh, dit is zo... Oh, yo, dat was lekker. Heel hoog. Ik doe je UAV aan even. Oh, achter ons gewoon iemand. Achter ons dood. Ik zag je op de UAV, jongen. Dat was... Wacht even, die play was echt ziek, ouwe. Yo, hey, ze stond er gewoon en ze gaat er gewoon op af. Nu wel. Oh shit! Oh shit! Wow, die is nog binnen! Oh, Josh. Je liep over diamonds. Nee! Oh shit! Oh nee! Maar naast al dat lachen gebeurt er ook wel eens, nou ja, dit. Dit is niet hoe het gaat! Few inches later. Hey, 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 hey! Ik heb bijna. Oh, heerlijk spelletje. 99%? Ik heb niet al eitjes. Nee. 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 Ja hoor! Hoezo zit er ook in de weet je dat ik wel op dark gooi? Hoe heeft hij mij hier? Ik... Nee, ja, sorry. Ik kan daar echt niet tegen. Dat was zulke bol en fucking... Jongen, het is maar een geest, jongen. Die doet toch niks. Hier, hallo. What the fuck? Oh nee! Oh je... Nee! Nee! Ik heb geen dak. Ik heb geen dak. Dat is toch helemaal cool? Dat is toch helemaal cool? Ja, ik bedoel... Het is gewoon leuk. Het is gewoon lachen.
Kom zeker langs, want ook daar ga ik lekker fingerboarden, maar ben ik vooral veel aan het gamen. Mocht je dat ook leuk vinden om te zien, is dat natuurlijk de plek om naartoe te gaan. Join ook gelijk even de Discord trouwens. Want in de Discord gaan we ook leuke dingen doen. Gaan we samen skaten. Ik dacht aan een skate toernooi. Lijkt me leuk om allemaal andere dingen te doen op Discord. Kom gewoon sowieso chatten. Ik heb een speciaal fingerboard kanaal waar je je tricks kan droppen. En het lijkt mij juist leuk om daar al onze vragen over fingerboarden te kunnen beantwoorden. En ook gewoon de community kan laten groeien. En dan gaan we gewoon daar gewoon lekker chillen. Kan je ook gelijk zien wanneer ik upload of live ben. Dus ik zie het als een win-win situatie. Join het ook even. Het link staat in de beschrijving. We gaan nu weer verder met de video. Let's go. Alright. Het is tijd. Het is tijd. Oké, ik ben echt heel erg hyped hiervoor. Het heeft heel lang geduurd. Ik ben hier denk ik al sinds november mee bezig. Zonder grap, ik heb er 2 maanden op moeten wachten. Dus sorry dat ik jou nu 2 minuten laat wachten opdat ik hem openmaak. Maar hier gaan we dan. Hier is mijn oprechte reactie van dit pakketje. Het is helemaal vanuit Colombia gekomen. Dus ik hoop dat het gewoon helemaal heel is. En dat tijdens deze tijd met alles wat er gaande is. Oké, hij is open. Voordat ik verder ga met het openmaken van dit pakketje wil ik SimpleDex enorm bedanken. Jullie hebben dit mogelijk gemaakt. Thank you SimpleDex for making my dream come true. Heb ik mijn eigen Almost Normal bordje. Ik ga hem openmaken. Oh shit, het zit ook echt in een pakketje, in een pakketje. Zit er verder nog wat in? Nee, dat is hem. Ik weet wat het is. Oh, het is hem echt! Even kijken, ik kan het zo op deze camera, kan je het een beetje zien. Dit zit erin. Ik ben zo hyped. Dit is echt insane. Hier zit hij in, het dekkie. En dan hebben we ook een setje. Niets minder dan een setje Dynamic Trucks. Ik heb zelf nog nooit Dynamic Trucks gehad. Hij had het als optie om erbij te nemen. En ik dacht, weet je wat, fuck it, ik ga dat gewoon doen. Ik neem een setje Dynamic Trucks erbij. Zodat ik dat ook een keertje heb, zodat ik dat ook een keer kan proberen. Want ik heb natuurlijk altijd Black Rifle Rams trucks. Nu ook eens een setje Dynamic Trucks. Even kijken, hij heeft mijn naam er tof opgeschreven. Barend met een skateboard eronder. Even kijken of je het een beetje kan zien. Ja, ik hoop het, ik hoop het. Verder is dit leeg. Ja, dan is dit toch het moment. Oh. Ik ben zo benieuwd. Oh, ik ga hem door jullie eerst laten zien. Zo. Ik ga hem omdraaien. En dan gaan we. Damn. Wow. Holy shit. Holy shit. Holy shit, bro. Oké, dit gaat stom klinken, maar ik word er zelfs een beetje emotioneel van gewoon. Oh, wow. Dit is echt een droom die waar komt gewoon. En dit is nog maar een begin. Oké, ik ga dit even voorlezen. Handcrafted wood piece. En standaard tekst, niet heel bijzonder, het boekje. Niet heel bijzonder. Even kijken. Er staat bij. Hij is wel een beetje gekreukeld. Dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Van Alexis Alvarez. Uit Colombia. Alex, thank you so much. Laten we kijken naar dit bordje. Sowieso 1 plakje rip tape. FPS. Extra smooth. Oh shit. Wow. En het Simple logo zit er zelfs in. Ja, dit gaat er sowieso op. Oké, ik ga nog zoom close-ups doen, dus wees gerust. Hier gaan we dan het boordje. Wow. Holy shit. Wow. Hij is zo clean. Ik ga hem dichterbij halen. Wacht even. Ik ga hem even helemaal dichtbij halen. Dit moeten jullie gewoon van dicht. Holy shit. Wat een boordje. Hij ziet er zo gaaf uit. Oké, ik liep dus naar mijn camera toe om jullie te laten zien hoe vet hij eruit ziet. Toen heb ik gelijk maar even meneertje SimpleDex gebeld. Want
Jullie moeten gewoon weten dat ik er gewoon zo blij mee ben. Hij moest het ook gewoon weten. Ik denk, weet je wat, ik bel hem gelijk even op. Ik heb hem gebeld op Instagram. Ik ga hem nog één keer een goede close-up geven. Zoals je kan zien, hoe gaaf is dit boordje. Dit is de andere kant. AN in het diamanten logo. Ja, zo vet. Hier is nog een kleine close-up van hoe de Dynamic Trucks eruit zien. Ook dat ziet er gewoon goed uit. Ja, die zijn super nice. Witte bushings past perfect. Oké, daar ben ik weer. Ik had een heel stuk nog opgenomen. Alles wat na de close-up kwam heb ik nog opgenomen. En hier sta ik weer, want alles was niet in focus. Ik hoop nu wel. Ik heb in de tussentijd in die video de Dynamic Trucks nog uitgepakt. Die liggen hier. De Dynamics heb ik wel in een close-up laten zien aan jullie. Die zien er wel super tof uit. Ik kan niet wachten om ze erop te zetten. Maar ik zal even nog heel even snel doornemen met jullie wat ik er allemaal nog meer bij had. Want het boordje was niet het enige. Ik heb ook nog een stukje hout, vinierhout. Dus dit is een stukje hout waarmee ze fingerboards maken. En daarop staat Keep It Simple. En op de achterkant staat Thank You Barend met zijn handtekening. Super, super vet. Verder heb ik het stukje rip tape natuurlijk met het Simple logo erop aan de bovenkant. Misschien dat ik die erop plak, misschien ook niet. Ook heb ik er wat stickers bij. En in die stickers heb ik Simple stickers. Gewoon wat grotere Simple stickers. En een sticker velletje met daarop allemaal stickers met zoals Supreme logo, maar dan Simple. En allemaal dat soort dingen. Super vet. SimpleDex.co, dat is in ieder geval waar ik dit bordje vandaan heb. Ik zal jullie even een klein beetje het verhaal vertellen over hoe dit allemaal is ontstaan. Want het is echt super tof. Halverwege november kwam ik op Instagram een account tegen die fingerboards maakte. En ik vond deze fingerboards er zo enorm gaaf uitzien. Dat ik gewoon dacht, oké, zo eentje moet ik hebben. Maar op dat moment dacht ik wel van, ja, weet je, ga ik bericht sturen? Ga ik het niet doen? Ga ik het wel doen? En toen zag ik dus op een gegeven moment dit dekje. Dit groene dekje was zo gaaf. Ik moest hem delen. Ik had hem ook allemaal naar allemaal vrienden gestuurd van, yo, deze moet je zien. Deze is super vet. En daardoor heb ik Alex een berichtje gestuurd en heb ik gezegd, bro, ik wil ook een eigen custom made board. Kan jij die voor me maken? Hij zei, natuurlijk kan ik dat voor je maken. Hoe wil je dat hij eruit gaat zien? Nou, ik kwam natuurlijk gelijk met dat groene boordje van, dit is wat ik wil. Dit vind ik super vet. Dus toen gingen we het proces in van, oké, hoe wil je het er dan uit laten zien en dit en dat. En ik heb dus bijvoorbeeld ook gekozen voor dit design om mijn logo er op deze manier op te doen. Ik heb mijn logo naar hem toegestuurd. Hij heeft hem iets bewerkt. Maar hoe ging dat proces dan? Nou, heel simpel. Eerst kreeg ik de keuze, welk stukje wil je graag als onderkant? Toen kreeg ik al deze stukjes te zien van, hey, kies de beste. Nou, ik had er toen een gekozen, dat was deze. En dat is dus nu dit achtergrondje. En toen zei hij over de zijkantjes, oké, wat voor plies wil je dan? Dus nou, hij heeft nu zwart-geel, zwart-geel, zwart-geel-groenachtig. En toen dacht ik van, nou, dat ziet er super goed uit. Dat heeft hij me ook gewoon netjes laten zien. Toen heeft hij me laten zien dat hij in de lijm zat. En toen had hij laten zien hoe de shape was geworden. En zo was het dus elke keer weer een stapje verder en een stapje dichterbij. En toen verder heeft hij me laten zien over het logo. Hebben we samen ontworpen en heeft hij er dus op gedaan. En toen ook de bovenkant. Hoe heeft hij dit simpel logo erin gemaakt? Heeft hij ook naar me toegestuurd. Dat zien jullie nu ook. En toen was het toch het eindresultaat. Daar heeft hij een hele toffe post van gemaakt. Ga die alsjeblieft allemaal liken. Zeg dat jullie van mij zijn gekomen. Geef hem de liefde die hij 100% verdient. Want wat ik hier in mijn handen heb is gewoon echt een stukje kunst. Het is zo'n gaaf boordje. Het voelt goed. Het ziet er echt heel mooi uit. Het is echt bizar. Op de foto zag hij er al vet uit. Maar ik had niet verwacht dat hij er in het echt ook zo vet uit zou zien. Dus ik ben hier zo enorm blij mee. Maar nu, ik denk dat ik hem gewoon niet eens ga setuppen. Ik denk eigenlijk dat ik hem gewoon zo wil houden. En ik ga een mooie frame voor hem kopen. En ik zet hem op een frame, zodat ik hem gewoon kan bewonderen. Oké, ik wil wel even een kickflip doen. We gaan wel even een kickflip check doen. Ik ga er in ieder geval deze hele avond naar kijken. Naar bewonderen. Want wat is dit een fucking vet ding. Ik vind hem zo vet. Alright, het is de volgende dag. Hallo. Ja, we zijn een dag verder. En zoals je kan zien, ik heb hem helemaal netjes uitgelegd. En na een hele lange tijd besluiteloos. En na een hele tijd niet weten of ik hem nou wel of niet in elkaar ga zetten. Dacht ik van, weet je wat, fuck it, ik doe het gewoon. Ik heb gaatjes gemaakt in de rip tape, zodat je het AN wel er doorheen kan zien.
Zodat dat er ook gewoon heel tof uitziet. Ik heb heel veel mooie foto's genomen. Zodat ik altijd nog in ieder geval de documentatie heb van hoe die eruit ziet. Ik heb er gisteravond de hele avond zo lang naar gekeken. En ook nu ik hem hier zo netjes in het licht heb. Ik vind hem er zo vet uitzien. Ik ga hem in elkaar zetten. Zodat ik er in ieder geval 1 kickflip mee kan doen. En daarna, ja, ik weet niet. Misschien dat ik hem wel gewoon heel veel ga gebruiken. Want ik vind hem wel echt heel tof. Het is een stukje kunst. Ga ik hem ophangen of ga ik hem gebruiken waar die voor bedoeld is? En ja, dat is natuurlijk altijd nog maar een beetje van, wat ga ik ermee doen? Dus ik ga hem in ieder geval in elkaar zetten nu om er een kickflip mee te maken. Ik heb er veel zin in en ja, jullie gaan het zo meteen zien als die klaar is. Alright, hallo. Ik heb inmiddels 1 truck erop zitten en de rip tape zit erop. En zoals je kan zien heb ik 2 kleine driehoekjes eruit geknipt. Omdat daar een A en een N in stond voor het simpel logo. Dus die heb ik er even bij toegevoegd. Ik ga nu gewoon ook even de laatste truck erop doen. En dan ga ik gewoon gelijk die eerste kickflip maken. Ik denk, weet je wat, ik neem jullie gewoon direct mee. Dus nou ja, ik ga hem gewoon verder in elkaar zetten. Ik was gewoon lekker muziekje aan het luisteren. Dus hier komt nu eventjes een momentje dat hij versnelt. En dan zie je me terug als hij klaar is. Daar is hij dan. Holy shit. Oké. Ah. Nu is het moment. Ik vind hem sowieso heel tof nu die in elkaar zit. Maar hier komt hij, de eerste kickflip. Het is sowieso wel gek, omdat ik al heel lang niet meer winklerwheels gebruik. Dus dat is sowieso wel een beetje bizar. Maar alright, ik ga de camera eventjes verzetten. Daar staat hij. Het was even een gekloot, maar hij staat. Daar komt hij, de eerste kickflip met het Almost Normal boordje. Wow, let's go. Oké, en kan ik ook first strike treeflip? Schijnbaar niet. Maar damn guys, ik ben er zo blij mee. Ik ga hem denk ik toch maar wel even een beetje gebruiken. Ik heb nu al 100% het idee dat ik deze Joy-Cold wielen eronder ga doen. Omdat ik merk dat hij nu heel erg licht is vergeleken dit boordje. En ik merk wel dat ik zwaardere boordjes veel chiller vind. Dus ik ga deze wielen zeker even omwisselen op deze. Ook neigen deze een beetje naar groen. Dus het zal vast super vet passen bij dit boordje. Maar ik ben hier zo blij mee. One more time, Alex. Thank you very much for making this board. Dankjewel voor het maken van dit boordje. Ik ben er echt enorm blij mee. Maar ik ga er wel even een paar trucjes mee doen. Ik ga even kijken hoe het is. Mooi filmpje van maken. Verwacht ergens in de komende tijd ook eventjes gewoon een trucvideo van deze setup. Maar dan waarschijnlijk met de Joy-Cold wheels. Dank jullie wel in ieder geval voor het kijken en voor de support. Want ik krijg super veel leuke reacties van jullie. Ik vind het super leuk om jullie te kunnen entertainen in deze tijd. En het is gewoon allemaal een beetje gek. Ik zie jullie graag bij de volgende video. En net zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later. Oh. Oh.